Nou, we zijn in Liemt. Ja, je hebt mij ergens mee naartoe genomen, maar ik weet niet waar we zijn. Niet ver van mijn huis vandaan en okay. Ik kom er een paar keer per week. Het is een mooie, kleine, fijne, groene locatie. Nou, dan gaan we eens gauw kijken. Goed. Een minuut. De slagboom liggen. Ja, meer nog. Dit was een heel kleintje. Oh, die heeft er meer behoord, denk ik. Maar kleintje zag ik niet. En Frans, we zijn hier bij het Trimbos. Het Trimbos, ja. Ik heb er iets van gelezen van het Trimbos. In de jaren 60 van de 20e eeuw was het aangelegd, zeg maar. In ieder geval, toen bestond het al. Toen bestond het al. En dat liep al door richting de Liemse barrière. Daar houden we van Kek. Stichting Kek Liemt. Precies, ja, dat daar hebben we het al vandaan gehaald. Ja. Maar het schijnt dat hier in de jaren 30 van de 20e eeuw, dat hier in de buurt, de schietbergen, oefeningen zijn gehouden. En dat was overal bijna heel Brabant. Hè? Er waren overal schietbergen, want na de Eerste Wereldoorlog wilden wij goed bewapend zijn. Alleen, ik denk dat we niet zo goed bewapend waren, want iedereen weet wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurt. Dus daar waren we niet zo best in. Dat klopt. Maar dit is dus jouw mooie bekende Trimbosje. Ja, dit is... Het is een mooi plekje in Liemt. Je kunt ook lekker, als je in de natuur bent, nog wat aan je beweging extra doen. Ja, ik zie het. Ja, staat allemaal, maar dit is geen bos, hè? Hoezo? Nee, dit is geen bos. Geen bos? Ik probeer duidelijk te maken dat een heleboel bomen bij elkaar, dan ben je niet in een bos. Want een heleboel bomen bij elkaar zijn een heleboel bomen. Maar dat is geen bos. Want het is echt aangelegd. Dat kun je ook met alles zien. Er is geen ondergroei. Er zijn nauwelijks struiken. En een bos is echt, als je dus zeg maar van de grond af opkijkt, dan heb je planten, dan heb je struiken, dan heb je bomen. Er zijn allemaal etages. En hier kijkt het dwars erheen. Oh. Als je nou een ree bent, nou, dan kunnen wij hier niet verstoppen. Dus als er geen ree... Sorry. Ze lopen er doorheen wel, maar ze gaan hier geen bambies neerleggen, om het zo maar eens te zeggen. Nee. Maar het is wel mooi, dat wel. Want er staan prachtige bomen. Ik loop even naar die twee bomen. Doe je mee? Oké. Dus het is geen bos? Nee, het is absoluut geen bos. Ik vind het een bos. Ja, ik vind het dus geen bos. Ik vind het een bos. Nee, kijk, het mooie van dit bos, hè. Jij noemt het toch gewoon bos. Ik zeg wel, kijk, mooi parkje, het Trimbos. Is dat wel heel herkenbaar. Dat is in de winter altijd leuk om te zien, heel herkenbaar bomen staan. Hier staat een boom met dit soort schors. Daarnaast staat er ook eentje, lopen het haak eventjes naartoe. Maar dit zijn heel bekende bomen. En zeker voor de Brabantse mensen. Want weet je wat dit voor een boom is? Weet je toevallig hoe die heet? Ik zou gewoon een eik roepen, maar ik weet het niet. Nee, dit is een robinia. Een robinia? Ja, dus een pseudo-acacia. En het grappige van is, die vertelt heel veel over de geschiedenis van de Brabanders. Want de Brabanders hebben al in de 18e eeuw deze boom ingevoerd. En waar was dat dan vooral? In de gebieden waar het kletsnat was. Want die boeren, die moesten hun weilanden afzetten. En als ze dat met eiken deden of met beuken of zo, dan rotte dat meteen. Maar deze rotte namelijk niet. Dus die weipaaltjes stonden in natte gebieden. Dat betekent, hier heeft ooit in de buurt, en ik denk dat jij het misschien beter weet dan ik, natte plekken gezeten waar boeren hier zeg maar, bomen hebben gebruikt om in hun zeg maar, weilanden te gebruiken. Ja. Dan gaan we even naar die boom kijken. Dan zien we het verschil. Oké. Okay. Kijk, want deze heeft een hele andere structuur. Zie je dat? Ja. Die zit heel mooi in elkaar. En ondanks dat er een blaadje... Ja, nou ja, er zitten nog toevallig blaadjes. Maar als er geen blaadje in de boom zou zitten, zou je hem nog meteen herkennen aan de schors. Oké. Okay. Heel herkenbaar hoe die eik eruit ziet. Ja. En ook heel herkenbaar hoe die, zeg maar, die acacia eruit ziet. Of pseudo-acacia. Mooi. Mooi, hè? Nou, we gaan nou verder jouw Trimbos in. Is goed. Oké. Okay. Ja. Opgaan. Oh, dat moet erop gaan. Nou, vertel maar. Nou, vroeger Frans zaten bij Pius. Dat is het jeugdhuis wat daar staat. Ja. Daar werden heel veel trimactiviteiten gedaan. En er was ook hier in het bos allemaal oude van hout allerlei trimtoestellen. Oh, wat leuk. Dus daar komt die bijnaam het Trimbos vandaan. Ja, ja. En sinds een aantal jaren hebben we hier supersonische nieuwe apparaten. Dan kun je lekker in de natuur trimmen. Ja. En wat ik moet doen, dat weet ik niet. Het ziet er belachelijk uit. Nou, ik vind het wel sportief gedaan, hoor. Maar ik daag jou uit om zo meteen ook een apparaatje te doen. Want we zijn natuurlijk niet voor niks in het Trimbos. Nee, precies. Ja, daarom. Dan ga ik dat ook even mag doen. Mag ik er maar... al af? Ik krijg kramp. Ja, je mag eraf. Frans, ja? Ik heb net even gegoogeld. Ja? En Wikipedia die zegt, een bos is een groep bomen bij elkaar. Ja, je moet Wikipedia niet altijd geloven. Maar aan de andere kant, wat je wel kunt zeggen, het is een parkbos.
En dat kun je ook heel goed zien, want de bomen zijn hoog opgesnoeid. Er wordt echt onderhoud gepleegd. Bomen die te veel zijn, worden afgezaagd. Kijk, ja. Hier zie je dat ook. Hè? Ja. Hier zie je dat ook. Dus het bos wordt echt wel onderhouden als parkbos. Maar dan vind ik het nog geen echt bos. Okay. Maar wat ook wel leuk is, ik zeg daar bovenin, hangt een nestkast. Even kijken wat voor een kast het is. Waar gaan we heen? Ja. Ja, en nou ja, goed. Als je het dan toch over bos hebt, dit is een bosuilenkast. Oh ja. Het is echt voor de bosuil gemaakt, dus dat is wel heel gaaf. En nou, wat je zo mooi kunt zien, kijk, een eik. Als een eik gaat beginnen, dan gaat hij hier zijn takken al hebben. En dan is het een echte boom. Maar dit is dus zeg maar echt heel hoog opgesnoeid. En wat gebeurt er nu? De top. Onze takken gaat hij nou verliezen. De onderste takken, zie je, die zijn ook allemaal alweer dood. Omdat hij zeg maar niet in een normale, mooie uitgegroeide boom is. Hij vangt dus te weinig licht. Ja, wat gebeurt is dat hij die takken, die stoot hij gewoon op een gegeven moment af. En heeft een hele hoge kop. Maar dat is niet normaal voor een eik. Dus Okay. Je kunt ook al zien dat er aan gewerkt wordt. Ja. Kijk, en dit is natuurlijk wel heel leuk. Kerst. Ja, kerst inderdaad. Hè. Maar dat is dan wel leuk dat ze sommige dingen laten staan. Alhoel, ze zijn volop bezig om een heleboel weg te snoeien ook. Okay. Het moet doorzichtig blijven. Dat is waarschijnlijk het streven van dit onderhoud. Maar dan laten ze zoiets al staan omdat het toch wel heel mooi is. En je kent hem, hè, de hulst. Ja, hè. Heel belangrijk. Hulst is eigenlijk een van de oudste struiken van Nederland. En dat kun je zien, nou, voel maar eens. Want je hebt dus, niet tegen die pikkers, maar als je dat blad voelt, dat is dus zeg was. En dus 10.000 jaar geleden was er hier nog een ijstijd aflopend. Dus de laatste ijstijd was 10.000 jaar geleden. We gaan naar het gematigd klimaat toe. En dan moeten dus struiken staan die dus tegen dat soort koude kunnen. Nou, dat is deze dus duidelijk. Okay. Ja, in de winter kun je ook, hè, toch, ondanks dat er geen blaadjes aan bomen of struiken hangen, kun je zo'n struik toch of boom herkennen. Dus hier sta je bij zo'n prachtige mooie, ja, zeg maar, bast. En dan zie je hier blaadjes in hangen. En dan een denk je, hé, dat is een eik. Maar dit is een los blad, dat is er weer ingewaaid. Want als je nou heel goed kijkt naar die structuur, dan zie je allemaal mooie kleine, zeg maar, ruitjes bijna. En dan kun je herkennen dat dit de gewone vlier is. En die heeft nu geen blad meer, maar je kunt het toch herkennen aan zijn vorm. Prachtig, hè? Van de vlierbes? De gewone vlierbes, ja. Dat is deze. Okay. Dan gaan we daar naar die boom toe. Ja. Ook weer heel herkenbaar. Welke? Want er staan er best veel in dit niet-bos. Niet-bos, ja. Nou ja, deze herken jij zelfs, denk ik, meteen. Het is een berk. Ja, heel goed. Hè? Dat dus weet ook ik. Heel duidelijk geen blad meer. Oh, met paddenstoelen. Of wat is het? We hebben een paddenstoel zitten. Ja, dat zijn berkenzwammen. Oh. Dus die berk heeft een hele mooie, zachte schors. En vroeger, toen er nog geen papier was en mensen ook wel schreven, schreven ze dus op berkenbast. Oh. Maar dat was over het algemeen een nog wittere boom. Maar je kunt in feite hierop schrijven. Oh, maar het is niet veel meer. Nee, deze is al lang op. Waarschijnlijk toch vermoord door die berkenzwam, want dat zijn dus echte parasieten. En die slopen zo'n boom helemaal van binnen. Dus dan gaat het toch wel kapot. Jammer. Nou, we hebben al best wat boompjes gezien. Ja. En bomen. Maar zoek jij voor mij nou eens bijvoorbeeld een... Nou eens even kijken. Zoek voor mij eens de grove den. Ik? Jij, ja. Ja, want we lopen al zo vaak samen het bos in. Dus, Oké. Okay. het is geen eik. Nee, het is geen eik. Wat is dit? Wat is dit? Ja. Iets met een eik. Ja, absoluut. Ja. Want dat zie ik hier. Eik. Hey. Ja, hè? En waar zag je dat nou aan? Ja, daarboven. De naalden. Maar je kunt ook aan de schors zien. Deze heeft dus ook grove platen die allemaal loslaten. Die vervellen heel gauw. Hè? Dus kun je ook zien, het laat allemaal los. En wat je dan kunt zien is als je naar boven kijkt, heeft een beetje een bruin-rode gloed. Maar dat is ook maar een hele kleine kruin, hè? Ja, dit noem ik dus ook eigenlijk geen boom. Net zo goed als ik het. Dus het is geen boom, nee. En we zijn niet in het bos. Nee, want dit, normaal gezien heeft hij dus de takken tot op de grond ook. Ja. Ja, nou heeft hij alleen boven een hele ile kroon. En hij wordt dus nog verslagen aan de linkerkant door de eik. Ja. Want hij heeft dan maar nog wel aan de rechterkant heeft nog eenmaal een naald hangen. Dus ja, dat. Ja, ach. Maar het is wel een organisme, zou ik wel zeggen. Mooi.
Zo, dit is dan het einde van dit parkbos gebeuren. Nee, Frans, want kijk, daar heb je snelweg. Ja. En dat bos gaat gewoon door. Aan de ik zie aan de overkant ook bomen staan. Ja. Ja, wel grappig. Ja, ik denk ooit dat dit wel een heel mooi groot bos is geweest. Maar ik had u straks verteld van die Rubinia, hè? Dat is wel leuk, hè? De geschiedenis van de Rubinia. Natte weilanden, waar dus zeg maar paaltjes in de grond werden geslagen. Dan staat daar het bordje De Bleek. En dat slaat op dat hier vroeger waarschijnlijk een weiland is waar de vrouwen hun lakens bleekten in de zon. Och. De Bleek. Dat is een bekend woord, een Brabants woord in ieder geval. En die legt dan de lakens op natte graslanden. En de zon scheen erop en die bleekte dan de lakens. Dus vandaar dat hier ook een grasland gelegen moet hebben. Los van of hier allemaal bos is geweest. Knap van jou. Frans, ik wil jou iets laten zien. Kijk. Ik heb vorig jaar, toen ik hier met de hond liep, hoorde ik hier geluid uit de boom komen. Ach. En ik heb iets ontdekt. Wat heb je ontdekt? Ik heb het zo koud, ik kan bijna niet meer praten. Kijk. Oh, kijk, ja. Een duidelijke specht. Hè? En je kunt ook meteen zien welke specht, hè? Dus de grote bonte. Want de grote bonte maakt een rond gat. En alle andere specht die maken meer een ovaal gat. Dus hier is duidelijk een mooie plek waar de grote bonte specht gezeten heeft. En daarboven waarschijnlijk ook, want daar zie ik ook nog ziek zitten. Ja. Maar ik vind het wel heel laag. Ja, maar dat maakt niet zo uit hoor. Ze zoeken eigenlijk de takken op waar een tak gezeten heeft. Daar gaan ze in hakken, maar niet in de boom zelf. Maar in het dode stuk waar de tak heeft gezeten. En als dat laag is, ja, dan gaan ze laag. Oké. Ik heb al eens een keer een spechtengat op de grond gezien, zo bijna. Ja. Dit was Boksel Natuurlijk. Dankjewel voor het kijken. Ik vond het hartstikke leuk, Frans. Frans! Hoi! Tot de volgende keer, hè. Er komt omdat Theo erbij is. Dit is echt... Nee, hoeft niet. Nee. Dat is echt... Yeah.